aan dit schilderij is in alle opzichten wonderlijk te noemen. We hoopten dat het nog bestond, maar we wisten niet waar. Het was al 400 jaar spoorloos. Tot er in de Antiques Roadshow een jonge Engelse priester verschijnt met een schilderij dat doet denken aan Van Dijk. At first, this looks like an old master. It looks like a 17th century picture. Second glance, there are some muddy areas. And if we're looking for the work of Van Dyck, it's all about clarity and lucidity. If this is to be by Van Dyck, there's only one way of finding out. Toen het schilderij opdook, zag het er heel anders uit. Helemaal overschilderd. En het was aan de experts, de restaurator en de deskundigen om die tweede huid, die tweede verflaag, af te pellen. I'm delighted to be able to tell you that you do have a work by Sir Anthony van Dyck. Het is een werk dat werkelijk iedereen, elk museum, elk topmuseum, elke privé-eigenaar wil hebben. Maar de eigenaar besloot om het aan het Rubbenshuis in bruikleen te geven. En als museum zijn we daar gewoon ontzettend blij mee.